vroeger wel eens met vrienden een partijtje voetbal gespeeld? En nu langs de kant staan omdat je niet meer kan rennen? Wil je weer het teamgevoel ervaren? Samen met leeftijdsgenoten een uurtje actief bezig zijn en daarna gezellig napraten? Dat kan weer bij voetbalvereniging JVC Kuik. De gezondheidsvoordelen van een recreatief potje voetbal zijn groot. Echter, voor ouderen zal deze sport vaak fysiek te zwaar zijn. Om die reden is zo'n jaar of 10 geleden een meer toegankelijke vorm van volkssport nummer 1 bedacht, walking voetbal. Walking voetbal wordt meestal gespeeld in 2 kleine teams van 5 tot 7 spelers. Er zijn strikte regels. Rennen, slidings en tackles mogen niet en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Hierdoor is de sport veiliger en dus toegankelijker en aantrekkelijker voor ouderen. Vandaag gaat het gebeuren. Het hele land zal oranje kleuren. Een bakkie pleur en mijn haartjes in het vet. En douchen strak, strak onder mijn bed. Hoor het Wilhelmus, dat is al op de bus. Kom op nou jongens, breng die cup nu thuis. En ik zeg veel. Zijn ze lekker bezig? En onze fans, wat zijn ze toch aanwezig? We zingen hard de longen uit ons lijf. We gaan het flikken, dat staat buiten kijf. Als het aan mij ligt, dan doen we het op z'n Duits. Kom op nou jongens, breng die cup nu thuis. En ik zeg je dakkie. Links, rechts, tikkie takkie, heel het land uit je dakkie. En ik zeg zin om weer eens een balletje te trappen, maar dan net op een andere manier, dan is wellicht walking voetbal iets voor jou. Walking voetbal wordt georganiseerd door Bureau 9, DVC Kuik en Welzijn Ouderen Kuik. Je bent op de winnen, dus geen gealle hoeren, feestje van.